Nou, Sparta zit bij ons zo'n echt in het bloed. Ook zakelijk gezien kunnen we er heel veel exposure uithalen, ook met onze skybox. Maar ja, als je dan natuurlijk met een promotie via de na-competitie weer in de Eredivisie speelt, ja, dat is natuurlijk het mooiste platform om daar weer op dat mooiste shirt van Nederland te kunnen staan. En het is jullie 10e seizoen bij Sparta. Hoe sterk is het Sparta-gevoel en hoe groot was bij jullie de vreugde nadat het lukte in Doetinchem? Ja, natuurlijk geweldig. Hè? Een explosie van vreugde. Toch wel onverwacht, moet ik zeggen. Nou, als je dan hier inderdaad in de gang kijkt op kantoor, dat helemaal vol hangt inderdaad met shirts. We hebben daar ook nog een wall of fame met allerlei foto's. Het is hier gewoon een Sparta-bende. Het 10e seizoen van Nico Werke bij Sparta. Is dat iets waar de commerciële afdeling in het bijzonder trots op is? Ja, dat is natuurlijk een feit waar we heel blij mee zijn. Als je zeker ziet hoe de relatie is ontstaan. Via een andere relatie van Sparta Rotterdam zijn we in contact gekomen met het bedrijf Nico Werke. Begonnen met wat stoeltjes. En als je ziet wat dat in de loop der seizoenen heeft opgeleverd. Hoe ze zijn gegroeid als bedrijf. Maar ook binnen Sparta Rotterdam als sponsor. Ja, dan zijn we zeer trots dat dit een 7e seizoen gaat worden op de rug van Sparta Rotterdam. Hadden jullie vanaf het begin zien aankomen dat de samenwerking zo intensief, zo goed zou zijn. En dat beide partijen zo fijn met elkaar overweg zouden kunnen? Nou ja, aan zie je het niet komen natuurlijk. Hè, want een bedrijf stapt in met twee business seats. Wat we wel merkten vanaf dag 1 is dat de beide bedrijven, als ik Sparta even als bedrijf mag benoemen, dezelfde insteek hebben. Ik kom hier inmiddels dus al 10 jaar over de vloer. En 10 jaar lang zie ik al heel veel van dezelfde mensen die hier nog werkzaam zijn. En als ik dat weer even terugspiegel naar Sparta Rotterdam, ook daar zie je dat binnen de organisatie van Sparta Rotterdam er bijna geen verloop van personeel is. Een jaar geleden, de degradatie was natuurlijk een sportief dieptepunt. Maar dat was voor Nico Werke als eigenlijk een van de eerste grote partners geen reden om te vertrekken. Die gaven heel snel aan, wij blijven. Hoe belangrijk was dat op dat moment? Dat was een heel duidelijk signaal die ze hebben afgegeven richting Sparta Rotterdam. Dat ondanks de degradatie, ondanks dat de teleurstelling, het vertrouwen in de organisatie van Sparta Rotterdam aanwezig is. Ja, nee, wij staan er in voor- en tegenspoed staan we erin. En nou, ook in alle slechte jaren in de Jupiler League voor de kampioenschap 2016. Stonden we er al en dat blijven natuurlijk. We zien gewoon heel veel loyaliteit en trouw binnen onze club ontstaan. Mensen die binnenkomen bij Sparta Rotterdam voelen zich thuis. Beschouwen Sparta Rotterdam als een warm bad. Daar werken wij met Sparta Rotterdam op alle fronten heel hard aan om dat gewoon te zorgen dat ook blijft. En dan merk je ook op het moment dat het minder gaat, dat mensen dan niet vergeten dat wat de club kan brengen. En daardoor ook de club minder snel in de steek zullen laten. Hoeveel heeft Nico Werke in die 10 jaar gehad aan de relatie en de samenwerking met Sparta? Ja, het is natuurlijk moeilijk om dat zeg maar uit te rekenen in heeft het meer omzet gemaakt. Duidelijk is dat Nico Werke toch echt wel in Nederland zeker wel bekender is geworden. En dat merk je dus ook als vertegenwoordigers van ons langs de klanten gaan. En dan eigenlijk stevast wordt eerst altijd over voor Sparta gesproken.